Welkom allemaal bij weer een nieuwe uitzending Thuis bij Elver. In deze uitzending gaan we op bezoek bij de Frater Leonardistraat in Didam, kijken we naar een terugblik van de visiteclowns, hebben we een leuke quiz en gaan we weer bewegen met Anne-Katrien. Laten we snel beginnen. We gaan op bezoek bij de Frater Leonardistraat in Didam. Het was lekker weer, dus de bewoners die stonden ons al buiten op te wachten. En zelf hebben ze nog een vlog gemaakt in de sporthal en in onder andere ook de woonkamer. Kijk je weer mee? Goedemiddag allemaal. Welkom bij Op Bezoek Bij. Vandaag zijn we bij de Frater Leonardistraat. En hier zien we al iemand lekker in de schommel zitten. Hallo. Hoi. Alles goed met jullie? Ja hoor. Ja, gaat het goed? Is het met ons goed hier? Ja, lekker weertje nou hè? Ja, kun je lekker veel naar buiten? Ja. En ga even, zit je veel te schommel nu? Ja. Vind je het gezellig? Zo? En ja. Ze heeft ook al heel goed geholpen met klusjes doen vanmorgen, hè? Oh, wat heb je gedaan? De washandjes bijgevuld. Washandjes. En bedden opgemaakt. Zo. Goed bezig. Ja. Ja, vind je het leuk om te helpen? Ja, en voor jullie handig, hè? Heel handig. Helpende handjes. We kijken even verder. Is goed. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, Chris. Hallo. Zijn jullie ook aan het genieten van het mooie weer? Ja. We zitten lekker in het zonnetje hier. Ja. In de schaduw nog. In de schaduw hebben jullie goed. En wat heb jij dan daar? Een cavia. Een cavia. Is dat jouw huisdier? Ja, dat is mijn huisdier. Oh, nou daar kun je goed voor zorgen nu de komende tijd, hè? Ja. Wauw. En hoe heet haar cavia? Ja, Guusje. Guusje. Lief. Ja. Leuk hoor. Waar slaapt Guusje dan? Ben je op de kamer of? Buiten, in het hok. Of buiten in het hok? Ja. Kijk. Leuk. Hé, en wat doen jullie zo al overdag nu? Klusjes. Ja, ik hoorde net al dat er meegeholpen werd met de washandjes opvouwen en bedden opmaken. En wat doe jij? Ik doe dan de hok van Guusje verschonen soms. Het hok verschonen. En mijn bed opmaken en mijn kamer netjes maken. Ja. Leuk. En wassen. En ja. Koken. En helpen koken. Wat is je lievelingsgerecht? Pizza. Pizza. Oh ja, dat klinkt wel heel lekker, ja. Kimberly stond in het Elvermagazine. Ja. Klopt inderdaad, ja. Lekker, ja. Nou, geniet nog even van een mooie weer. Ja, dat en nou, succes nog even en hou vol, hè? Ja, heel goed. Oké, doei. Doei.
Iedere week steken we namens jou een kaarsje aan in de kerk. Iemand die je wil bedanken, misschien iemand die ziek is, of iemand die jarig is, of gewoon iemand omdat je iemand heel erg mist. Anneke die heeft deze week weer een aantal kaarsjes mogen aansteken. Dit hebben wij gefilmd en willen we graag met jullie delen. Kijk je mee? Weten dat iemand je ziet, beseffen dat die naar je kijkt, dat er is die van je houdt, die bewondering heeft en glimlachen kan dat je zo bent. Welkom bij Ik steek een kaarsje aan voor. Marieke Bloo, bewoonster van de Duitsveldstraat, wil graag een kaarsje aansteken voor Chris. Hij woont aan de Frater Leonardistraat in Didam. Chris, een kaarsje voor jou van Marieke. En Quincy wil graag een kaarsje aansteken om iedereen te bedanken voor de leuke invulling van de dagen en weekenden. Speciaal voor Wilma en Patrick van Tesoro, die door de week de dagbesteding invullen. En voor alle leiding van het buitenhuis Deutsche Veldstraat. Quincy, namens jou steken we een kaarsje aan. Voor Wilma en Patrick van Tesoro. En een kaarsje. Voor alle leiding van de Deutsche Veldstraat. Licht voor jou, licht voor elkaar. Doe jij ook weer mee met Ik steek een kaarsje aan voor? Het is erg belangrijk om genoeg te bewegen. Daarom in elke uitzending een beweegmoment. Doe je mee? Ik heb hier tussen de deurposten een stuk plakband gehangen. Om de cliënten een beetje meer te laten bewegen, moeten ze zich uitrekken en kunnen ze met lichte materiaal, dus een rietje tegen de plakband, een pingpongballetje, nog een rietje. En zo kunnen ze even lekker uitrekken en blijven de spulletjes hangen. Ik heb hier een bak met macaroni. Ik heb wat plaatjes uitgeprint. Als je de plaatjes plastificeert in de bak doen, dan kan je bewoners ermee laten voelen. Je kan verschillende plaatjes, ook foto's. Je kan ook materiaal, balletjes, rietjes. Je kan opdrachten geven van zoek het plaatje met de hond, konijn, bal. Poes. Lekker verstoppen in de bak. En lekker laten zoeken van het plaatje met de konijnen, het poesje, de hond en de bal. Elke woongroep heeft wel scheerschuim op tafel. Hoe leuk is het om even met scheerschuim te laten spelen? Je spuit gewoon wat scheerschuim op tafel. En je laat de bewoners er lekker mee spelen. Allerlei verschillende figuurtjes. Met de hele handen of alleen lekker met de vingers. Nou, ik hoop dat jullie weer genoeg leuke ideeën hebben. En tot snel. Deze week hebben we weer een thuisopdracht voor jullie, namelijk tafelsjoelen. Hoe ziet dat eruit? Kai laat het graag aan jullie zien. Alvast veel plezier en wij zien je graag de filmpjes tegemoet. Hallo allemaal, mijn naam is Kai Jansen. Ik ben een student van het Graafschap College. Als je op de maandagavond sport, dan kan je me kennen. Vanaf nu doe ik de thuisopdrachten voor jullie in de vorm van spelletjes. Als je dit nou thuis gaat doen, maak dan een filmpje of maak een foto
En stuur dat dan op naar thuis@elven.nl. Dat zouden we heel leuk vinden. Hallo allemaal, deze week een nieuwe opdracht voor jullie. Je hebt nodig 5 bekertjes, wat tape en een pingpongballetje. Je knipt een stukje tape af. Die plak je in het bekertje. En die plak je aan de tafel. Dan ruim je het even, dan leg je het weg. Dan ga je naar de overkant van de tafel. En dan ga je hem proberen in een van de bekertjes te rollen. Afgelopen week zijn er visiteclowns langs 12 ramen geweest. Natuurlijk woningen. Wij hebben hier een compilatie gemaakt. Ze zijn onder andere geweest bij de Frater Leonardistraat, de Deutsche Veldstraat en Gezinshuis Scheven. Wij willen graag aan jullie laten zien hoe dat was. Kijk maar met ons mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen voor Frans. Ja. Waar moet ik zonder jou beginnen? O, de bonzen van mijn hart. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Jullie hebben een bips gezien? Ja, achter. Nee. Achter mij. Hebben jullie een bips bij je? Ja. Mag ik even kijken, dan weet ik hoe die eruit ziet. Ja. Ah, ja, waar zit die bij jou, die bips? Oh, die? Ja. En bij jou? Mag ik ook even bij jou kijken? Ook is er een andere bips? Die is wel... Heb je ook een bips? Ja. Oh, dat is weer een andere! Oh. En heb je... Oh, dat is een wapperbips! Dat is een wapperjurk, wapperbips! Oh. Leuk! Heb je ook een bips? Ik heb ook een bips. En Sabine, heb je ook een bips? Ja, ik heb ook een bips. Dat is weer een andere! Oh. Dus hij zit aan de... De ene is wat dichter als de andere. Ja. Ja. Maar ik kan hem niet zien. We zitten. Moet je met je hand omvegen. Ja. Oeh. Oeh, heeft iemand aan mijn bips? Ja. Oeh, heeft nog iemand aan mijn bips? Ik kan nog niet. Wacht, kunnen jullie even kijken, is het goed zo? Ja. Ja. Is dit hem? Applaus afweren. Oh, een applaus. Nou, dat. Hij voelt wel stevig. Dan is het nu weer tijd voor de quiz. We gaan eens even kijken waar Jaap deze week is. Er komt een foto in beeld en aan jullie de vraag, waar is Jaap? Laag Soeren. Arnhem. Nieuw-Wehl. Dan gaan we nu kijken naar een filmpje van Doet hij het of doet hij het niet?
Ik heb hier een balletje in een oude zak. Dat is het apportea speeltje. Dat betekent als ik hem weggooi, dat ik graag wil dat Theo hem weer bij me terugbrengt. Nou, we gaan eens kijken hoe ver het daarmee is. Hij weet dat ik lekkere dingetjes in mijn broekzak heb. Kijk, hiervoor heb ik een visje voor hem. Dus als hij bij me terugkomt, krijgt hij een lekker visje. En de laatste vraag van deze quiz is: zoek de drie verschillen. Er komen naast mij twee foto's in beeld, die worden dadelijk ietsjes groter. En aan jullie de vraag of jullie kunnen zien waar de drie verschillen zijn. Succes! Dan is het weer tijd voor de grap van de dag. Drie muizen zitten aan de bar een beetje tegen elkaar op te scheppen. De eerste muis zegt: ik durf een blokje kaas bij de mensen uit de koelkast te pakken. Dan zegt die tweede muis: ik durf een blokje kaas uit de muizenval te pakken. De derde muis die trekt zijn jas aan en die zegt: nou jongens, ik ga naar huis, want ik moet de kat nog even eten geven. Welkom bij Beleef het mee. Vandaag gaan we in vogelvlucht door de vier jaargetijden. We beginnen in de herfst. Pak daarvoor een plantenspuit en zet hem een beetje op het neveltje, anders dan krijgt iemand een volle lading in zijn gezicht. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh. Nou ja, zorg. Oh, hij doet het. Ik wil zeggen, zorg voor een plantenspuit die je doet. En spritst iemand dan nat, want in de herfst, dan regent het zo vaak. Van de herfst gaan we naar de winter. In de winter is het vaak koud. Dus pak een koel element uit de diepvries. Maar doe er wel even een theedoek of zo omheen, anders is het echt veel te koud. En laat iemand dan die kou of in zijn gezicht voelen. Of op zijn handen, misschien wel zijn voeten of de benen. Maar even de kou van de winter. Ook bij deze aflevering geldt weer: pak je eigen tempo voor iedereen. Van de winter wordt het lente. En in de lente komen de bloemetjes tot bloei. En die gaan heerlijk lekker ruiken. Dus pak gewoon een plantje of een bloemetje uit je huiskamer. Je mag natuurlijk een echte bloem plukken die lekker ruikt. Heb je geen lekker geurende bloem? Zorg dan voor een bloemengeurtje uit een potje. En sprits dat op het plantje. En laat iedereen dan lekker genieten van de bloemengeur. En van de lente komen we natuurlijk in de lekkere warme zomer. Als je hebt, kun je een infraroodlamp gebruiken, maar met een föhn kan het ook. Zet de föhn aan op een wat lage warme stand en laat iedereen dat warme zomerbriesje lekker voelen. Wil je kamperen? Dat gebeurt ook vaak in de zomer. Dan gaan we gewoon alsof. Ga samen met iemand onder de handdoek zitten. En is het niet warm genoeg, kun je daar natuurlijk ook de lamp of de föhn weer bij gebruiken. Want in de zomer zweet je vaak je tentje uit. Ik leg deze heel even terug. Kijk, dan kun je zo samen in een tentje. Tot de volgende keer. Dan gaan we nu weer kijken naar een filmpje uit de oude doos. Zoals ik de vorige keer al zei, hadden we heel veel beeldmateriaal van oude Ratje Toe uitzendingen. Ook dit keer gaan we kijken naar beelden die toen zijn opgenomen.
jongens van Vrijbuiters en Anne Leiding vragen een plaat aan voor Diane van Marwijk en Jeanette Verloon, omdat ze allebei in maart jarig waren. Janelle is een beetje ziek. Janelle is een beetje ziek. Mag ik een plaatje van hem voor Janelle? Janelle moet zo beter zijn. Ik ben een beetje jammer. Ik kan vragen dat ik ziek wees, maar kom van AC in Sint-Hoesla. Ik heet terugwerk. Mee contact. Hallo jongens en meisjes, amateurs en alles hoort jullie en iedereen goed luisteren, meeloer. En alles krijgen van jullie verrassing. En een plaatje van alle leiding voor iedereen komen hier zijn. Paul Reufkamp. Ik doe de groeten aan de leiding van Buithuis, aan de groep en tuingroep en speciaal aan Louis Enkelkamp, aan meneer en mevrouw Sweers, aan alle groepen op Fatima en ik wil Jackie nog feliciteren met haar verjaardag en Marion ook. En ik wil met Mario beterschap wensen. Aan mijn moeder vragen, een plaat aanvragen voor vader en moeder. Een goed verhaal van Peter, van Paul, van Maria en René en Sabine. Karim, Mario. De groeten van Marcel, groeten van Erika, groeten van Marijke op Nappegaal, groeten van Marie en Tine, Marine, Nimentje, Brigitte, Thierry. Ja, jongens en meisjes, dit was het dan weer. Ratjetoe is voorbij. Struis slaapt. Tot de volgende keer. Dan krijg je nu de antwoorden van de quiz. De eerste vraag, waar is Jaap, kreeg je deze foto te zien. Het goede antwoord is dat Jaap in Arnhem was, bij het Bastion. Daarna zagen jullie een filmpje van Theo met de vraag, doet hij het of doet hij het niet? We gaan eens even kijken wat hij doet. Theo, kijk eens. Tex, ga maar pakken. Pakken. Goed zo, kom maar. Kom maar brengen. Kom maar brengen. Kom dan. Kom maar. Kom maar brengen. Kom dan. Doe maar pakken en brengen. Kom dan. Kom maar. Theo. Kom maar. Kom maar brengen. Kom dan. Volgens mij is hij veel te bang dat hij hem kwijtraakt. Nee, dit speeltje vindt hij veel te leuk. Hij doet het niet. Hé, jammer. Hij doet het niet. Dit moeten we dus echt nog even met hem oefenen. Als laatste vroegen we je om te kijken of je drie verschillen zag bij deze twee foto's. Had jij ze alle drie ontdekt? Bij de ene had ik een zonnebril op en bij de andere niet. Mijn kraag stond omhoog op de ene foto en bij de andere was die naar beneden.
en zo'n oud afwasrekje. Eerst lag hij in de container en daarna hing hij ergens bovenop. Alle drie gevonden? Oeh, dat is knap, want deze was heel lastig. Dat was het weer voor deze week. Hopelijk hebben jullie weer genoten. Heb je nou zelf nog ideeën voor een volgende uitzending? Stuur het dan naar thuis@elve.nl. Deze week sluiten we af met een boodschap van de deelraad cliënten. Veel kijkplezier en tot volgende week! Hoi allemaal! Hoi mevrouw. Hallo. Hallo allemaal. Namens de deelraad cliënten... Hand door de riem. Bij deze een hart onder de riem. Een hart door de riem te steken. Een hart onder de riem. Het is een aanmoediging tot doorzetten. Jullie kunnen het. Eén hart door het riem steken. Ik wens iedereen heel veel sterkte. Een hart onder de riem voor jullie allemaal. Voor jullie. Voor jullie allemaal. Voor jullie allemaal. Voor jullie allemaal. Groeten van de bewonersraad. Hou vol. Het komt allemaal goed.